en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. We hebben een hele drukke week voor de boeg. Dus ik neem jullie weer mee in de winkel, dus kijk gezellig mee. Gisteravond ben ik nog even aan het werk gegaan om adventstukken te maken. We gaan dit keer veel meer kerststukken, adventstukken maken en dat soort dingen. Dus daarin neem ik jullie ook mee. En we zijn druk aan het pakken. De stagiair is het vandaag ook, dus daar ben ik heel erg blij mee. Daar hebben we heb ik heel veel hulp aan. Dus ja, het is ook wel weer heel veel pakken, maar ook ja, veel kerststukken en dat soort dingen maken. Al doe ik dat ook vaak veel na sluitingstijd, maar daarin zal ik jullie ook gewoon meenemen. Het is ondertussen avond en zoals je ziet sta ik in de kast. Waar we al het een en ander hebben veranderd en hier hebben ruimte gemaakt om kerst toe te voegen. Dus ik ga nog eventjes verder met het uitpakken van allerlei dingen. Het staat in ieder geval gezellig bij. Ook veel vaste planten nog wel. Dus ja, ik ga nog even uitpakken en inpakken. Zo, ondanks dat het hier koud is in de kast, heb ik het warm. Maar het begint wel ergens op te lijken, hè? Best als buiten adem. Zoals je ziet heb ik hier heel veel moois in gepakt. En ook in de winkel heb ik weer allemaal kerstballen en hangers opgehangen. Ik ga voor nu opruimen en morgen weer verder. Maar ik zal eventjes nog laten zien wat ik allemaal heb ingepakt. Ook heel veel dingen die ik ga gebruiken voor DIY pakketten. Dus dat is natuurlijk super leuk. Hier allemaal van die mooie doosjes met dennenappels. Witte dennenappels, grote dennenappels en van die gemengde zakjes. Met van alles en wat erin. Kransen. Aan deze kant allemaal kaarsjes. Nou, gewoon kerstballetjes. Kerstbloemhaakjes. Ook al handig. En hier heb ik ook allemaal zakjes met alles wat. Vooral heel handig met DIY. En het is al donker, dus ik kan niet heel veel laten zien. Maar zoals je ziet staat het hier ook voller met kerstballen. En ik heb wat hangers nog bij tussen gehangen. Dus daar ben ik druk mee het uitpakken. Maar ik zou morgen als het weer licht is het allemaal beter laten zien. Al is het wel super gezellig natuurlijk met die lampjes zo. Het is echt geen straf om dan hier te werken. Maar goed, ik ga nu afsluiten. Eerst zien we morgen. Goedemorgen, het is ondertussen de volgende dag. Kijk, nu kun je het allemaal beter zien. Daar zitten ook allemaal kerstballen en er is nog allemaal toegevoegd. We gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren. En dus lekker hard aan het werk. En er is veel te doen vandaag, dus gauw aan de slag. Als ik nou mijn Facebook open, gaat het alleen maar over lockdown en dat soort dingen. Ik moet zeggen, ik begin het toch ook wel een beetje spannend te vinden. Vorig jaar, toen de lockdown was, stonden wij nog op de lijst van essentiële winkels. Daar zat dan heel verhaal achter. Maar goed, dat ga ik nu allemaal niet uitleggen. Maar daar staan we volgens mij nu niet meer op, wat ik begrepen heb. Daar zijn ze wel weer mee bezig. Maar dat betekent dus, als er wel een lockdown komt, moeten wij geloof ik ook dicht als bloemenwinkel zijn, hè? Dus dat zou wel echt heel erg zuur zijn als dat weer net voor de kerst gebeurt. Want dan hadden we natuurlijk niet zoveel ingekocht, net als vorig jaar. Maar goed, we gaan gewoon door en dan ga ik natuurlijk gewoon online wel verder. Dus daarin zie ik geen probleem. Maar ja, ik hoop toch echt wel dat we open mogen blijven tot aan de kerst in ieder geval. Maar we zullen zien. Het is in ieder geval wel best wel spannend.
Goedemorgen, zonder zorgen, hoop ik in ieder geval. Het lijkt in ieder geval nog goed door te gaan allemaal met de maatregelen. Zoals het nu lijkt, moeten we om 5 uur dicht. Nou, daar kan ik wel mee dealen. Ben ik misschien ook een keer op tijd met het avondeten. Maar als dat zo blijft, dan zou het natuurlijk fijn zijn voor de kerst. Ik ga even boeketten maken en bloemstukjes maken. En de winkel weer helemaal vol zitten met mooie bloemstukjes. Het is vandaag een maandag en normaal is maandag mijn vrije dag. Maar de komende tijd tot aan de kerst zal het eventjes niet zo zijn in verband met de drukte. Dus ik ga nu ook even kerststukken maken. Ik dacht dat is natuurlijk leuk om nog even aan jullie te laten zien. Dus kijk gezellig mee. We zijn ondertussen een paar uur verder en zoals je achter me ziet en op de grond heb ik een mooi begin gemaakt voor morgen. Ik ga nu nog even de planten doen en plantenbakjes maken.
En dan nog even de bestellingen checken voor morgen. Maar ik zal jullie eerst een stukje even van dichterbij laten zien. Zo, het is echt al veel te laat, maar ik heb heel veel werk verzet, dus daar ben ik blij mee. Ik heb de winkel ook nog een klein beetje veranderd om het iets makkelijker neer te zetten, omdat we veel meer ruimte moeten hebben voor de kerststukken. En ik heb alle buitenbakjes gemaakt, die staan hier, die zal ik ook even wat laten zien. En dan heb ik hier dus een hoekje nou ook met kerststukjes. Nou ja, de planten zijn allemaal nagekeken en weer water gehad, het ziet er allemaal weer heel strak uit. Dus ik ben er weer helemaal blij mee. Morgen ga ik de verse bloemen erin zetten. Morgenochtend staat nu nog leeg. En hier heb ik ook nog allemaal plantenbakjes voor buiten. Dus dat laat ik jullie nog zien. En in de volgende vlog zal ik weer veel meer kerststukjes maken, want die tijd gaan we nu in. Het is op dit moment de week voor Sinterklaas, dus na Sinterklaas is het echt een en al kerst natuurlijk. Maar we beginnen natuurlijk nu al wel veel meer. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal, dan blijf je gevolgd voor alle leuke video's die ik maak. En dan zie je jullie bij de volgende keer weer. Er komen ook trouwens nog weer hele leuke DIY's aan. Met industriële ondergronden. Er zijn er ook weer wat van de vorige die uitverkocht waren aangevuld. Want ze gaan echt razendsnel. Grote koekinkoop. Jullie zijn daar erg enthousiast over. Waar ik jullie echt heel veel wil bedanken. Want het is echt super tof. Helemaal in deze tijd dat jullie zomerzaal bestellen. Hè? Dus dank je wel daarvoor. Daar doe ik het voor. En ik word er heel erg blij van. Wil je nog iets speciaals zien? Kan je dat natuurlijk onder in de reactie laten weten. En laat ook vooral weten wat je van deze vlog vond. En dan zie je me de volgende keer weer. Doei!